Zo'n 300 man stond atleten op te wachten op het vliegveld. Het werd een mooi feestje. Trots zijn ze op hun plakken. Wielrenster Katrien Goeke was onverslaanbaar op de Paralympische tijdrit. Dat had ze niet verwacht. Wij waren er wel klaar voor, maar we hadden wel gehoopt op een medaille. Maar goud, dat was een beetje te veel hoop, denk ik. En voor de weg hadden we goud verwacht. Eigenlijk. Voor tafeltennister Kelly van Zon uit Dongen is het behalen van de gouden plak een wel heel bijzondere overwinning. Tijdens de halve finale was het bijna voorbij. Ik stond 2 achter. En ik kon toch nog terugkomen en ik win die pot. Het kon voor mij de spelen al niet meer stuk. Ja, en dan gaat de finale redelijk makkelijker, zeg maar. Dus toen kon het al helemaal niet meer stuk. Dus. En Michael Schoenmaker uit Oudenbosch won de 50 meter schoolslag in Londen. Het was eigenlijk een onverwachte gouden plak. Ik wist wel dat ik voor een plak zou gaan. En ik heb gewoon alles gegeven. En dat resulteert in een gouden plak. Toch is het wel grappig, want ik heb een aantal van jullie al gesproken. Jullie zeggen allemaal, het was onverwachts. Hoe kan dat? Want je traint daar toch voor? Je denkt, ik maak een kans. Nou ja, kijk, we trainen allemaal. Tegenstanders trainen ook. En wij trainen, dat heb je allemaal. Van jezelf heb je het allemaal in de hand. Maar wat je tegenstanders doen, dat heb je natuurlijk niet in de hand. Dus dat is altijd spannend. En ik zeg altijd, iedere race is anders. Dus de ene keer wint weer iemand anders. Je bent niet altijd de beste, maar ik heb het op het juiste moment eruit weten te halen. De Paralympiërs worden morgen officieel gehuldigd door premier Rutte.